dan zit een boot onder hier. En alleen aan de uiteinde van de vleugel zul je dus op een gegeven moment om evenwicht te kunnen hebben als de bevaarder stil ligt om op te slaan. De motoren in de maan. 2 meter in 1830, 3290 met 1200 pk elk. De wieltjes staan hier langzaam op. Je ziet dat neuswiel is erg licht, dat gaat meteen naar binnen. Maar het duurt even met alle hydraulica, zeker uit die tijd, om ook de hoofdwielen naar binnen te krijgen. Optima forma. En zal het nog heel lang blijven doen. Dit toestel is aan ontwerp, was de bedoeling om een circulatie te van een van de originele toestellen, geen meer over. Gelukkig hebben we deze nog gevonden. Collega's, zo gezegd, hebben we nog in Nieuw-Zeeland. Daar is het eentje die op exact hetzelfde manier. Dat was een jongere aan de toestel. Laat voor een tussenbouw, op een landing en op door gaan varen. Dat doen wij de vluchten. Daarin zat vroeger de belading, goed 30 kanonnen. En er was ook een keer op de neus, dat is maar dit geval te doen. Dat is uiteraard uitgehaald. En de duurde positie zoals je bij oorlogsuitvoering ziet, zit in 2004 uitvoering in de wereld. Dat was de Catalina. Zoals je weet.